Kijk, ik heb deze platen besteld en binnengekregen. Dat heeft even geduurd, maar ik heb ze nu. Ik heb er al twee aan elkaar geklikt. Ik denk, die kan ik weer uit elkaar halen, maar dat gaat dus niet, want ze zitten echt permanent in elkaar. Kijk, ik weet niet of dat een beetje te zien is. Maar er zitten echt haakjes onder nu. Die ervoor zorgen dat hij niet meer terug kan. Dus het is een permanente verbinding. Daar moet je wel rekening mee houden als je die dingen bestelt. Deze komen dus in de tuin te liggen. En daar komt aarde overheen en graszaad. En dan komt er een mooie grasmat te liggen, als het goed is. Dat hoop ik dan maar. En daar kan je gewoon overheen rijden en fietsen en weet ik het allemaal. Dus dat is lekker stevig. En dat wil ik in plaats van die tegels. De enige uitdaging die ik heb, is dat die platen dezelfde hoogte moeten krijgen. Of liever gezegd, de grasmat moet dezelfde hoogte krijgen als de grasmat die hier komt te liggen. En volgens mij kom ik aardig uit als ik het gewoon op die zandbodem leg hier. Gras wordt overigens gekweekt op zand. Dus nou, Brabant heeft hier een zandgrond, dus dat komt heel mooi uit. Dus die platen hier zo. En dan kijken of ik een beetje uitkom. En misschien moet het iets aflopen, dat kan hoor. Maar dan kom ik volgens mij wel leuk uit. Ik moet het eerst even egaliseren. Want anders komt het natuurlijk helemaal scheef te liggen. Het is wel een tuin, maar het moet wel een beetje vlak. Ook het gras. En dat komt best wel aardig uit. Dus dat is mooi. Ik heb hier een klein stukje omgespit alvast. Ik wil hier zo lang mogelijk gras houden. Dan kunnen we nog overheen rijden. Dus dat is iets makkelijker. Oh, hoe is het mogelijk? Nou, dat is perfect. Je kan die dingen overigens maar één kant op leggen. Dus je kan niet zeggen van ik doe ze er even zo aan, want dat past niet. Dus je kan alleen maar in de lengte, kan je ze aan elkaar knopen. Ja, en in de breedte natuurlijk ook. Maar niet de lengte aan de breedte. Even kijken. Wat is handig, want het hoeft niet zo heel breed. Ja, hier wel eigenlijk. Want hier moet je met je brommer zo overheen. Het liefst een beetje vlak leggen of een beetje recht leggen. Ik heb het idee dat hier iets holler is. Dus daar gaan we even wat aan doen. Want dat moet niet. Nou, het was heel mooi weer, maar ik geloof niet dat het nog lang zo blijft. Matje erop. Dat is perfect. Ik ben benieuwd hoe ver ik kom, want ze hadden ze niet meer op voorraad verder, dus ik kon niet alles bestellen. Dat was een beetje jammer. Maar het is niet anders. Nou zie ik dat ik ze eigenlijk verkeerd omleg, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Maakt eigenlijk niet uit. Ja, mooi spul. Dat is lekker stevig.
Nou, volgens mij ligt hij zo scheef, ik weet niet wat. Dus hij moet wel recht liggen. Dat is wel belangrijk, want anders kom ik aan het eind niet uit. Nou kan ik het nog wel een beetje schipperen dadelijk, denk ik hoor. Dus dat komt wel goed. Mooi. Ja, schitterend en lekker stevig. Ja, dat gaat hartstikke goed. Goh. Heel mooi. Ja, de reden waarom ik deze tegels heb laten liggen. Deze liggen natuurlijk precies in lijn met de achterkant waar het op uit moet komen. En ik kan hiermee gelijk zien of het goed evenwijdig ligt. Nou, dat ligt hij. Kijk, dan ligt hij gewoon gelijk goed. En nu komt die tegel eruit. Kijk, nu ligt hij precies hier tegen deze kantenband. Die laat ik zitten. Want dit is weer opstap naar het andere gedeelte. Dus daar hoeft het niet te liggen. Nu heb ik hier een... Kijk, hier zit een waterputje. Het is gewoon een pijp die de grond in gaat en die eindigt gewoon in de aarde. Dus het zorgt er gewoon voor dat het water, het regenwater, gewoon weer terugkomt in de aarde. Natuurlijk een heel mooi systeem. Hier moet een stukje uit. En dat kan hiermee, dat is handig. Nou, dit is vrij simpel, want ik kan het natuurlijk overal meedoen. Maar ik doe het gewoon even met een ijzerzaag. En het hoeft niet zo precies, want in dit geval... Kun je daar niet aan misstappen. Het is voldoende. Ja, dan moet hij nu gewoon passen. Even kijken. Zo moet hij. Ken het, volgens mij. Nou, kijk. Dat is helemaal goed. En nou kom ik hier... Bij een stukje wat ik uit moet zagen, nou, dat is eigenlijk hetzelfde lijken pak, is vrij simpel. Nou, ik kan hem op deze lijn uitzagen, dus op dit stuk maak ik even met een stift en teken ik hem af. Ja, die moet tot hier moet hij eraf. Kijken, ik doe hem ietsje ervoor. Nou, dan maak ik het mezelf makkelijk. Ik kan het natuurlijk op de zaagtafel doen, maar ik kan het natuurlijk ook op de lintzaag. Het hoeft niet heel netjes recht, dus dat is nogal simpel. Even kijken, hoe ver ben ik? Ah. Dat is jammer. Volgens mij breekt mijn zaag. Jammer joh. Nou, even voorzichtig eruit halen. Ah, is niet gebroken, hij is er gewoon afgelopen. Oké. Nou, toch leuk. Ja.
Kevin. Tja, dan toch maar de zaagtafel even. Even kijken waar ik gebleven ben. Nou, dat is niet heel makkelijk. Het blijft een beetje hangen. Maar het is gelukt. Nou, het eerste stuk ligt erin. En net op tijd, want het begint te regenen. Dus nou, mooi. En de boel aan het voorzien van tuinaarde. Moet natuurlijk ook. Anders kan er niks op groeien. Die moet ik een beetje gelijkmatig proberen te verdelen. Dat valt niet mee met zijn zak. Hoewel. Dan was ik eigenlijk van plan om er graszaad overheen te gooien. Maar ik heb graszoden besteld. Die moest ik toch bestellen voor dat stuk. Maar ik denk, ik bestel gewoon voor dit ook. Kijk hoe het gaat. In principe zou het natuurlijk moeten kunnen gewoon. Ja, werkt het niet, heb ik pech. Dan heb ik best wel wat geld weggegooid. Maar het is de gok waard, volgens mij. Want dat werkt wel een stuk makkelijker. Dan heb je ook gelijk gras. Al kan je er natuurlijk eigenlijk een tijdje niet over lopen. Maar even kijken hoe het gaat. Als het uit die zakken komt, heb je best wel grote brokken erin. Dus moet je wel eventjes een beetje plat slaan natuurlijk. Volgens mij komt het toch heel aardig uit met de hoogte ook. Dit stuk laat ik trouwens liggen, want dat is helemaal hard. Daar hebben we al 100.000 keer overheen gereden met die fiets en die scooter. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Dan moet je natuurlijk wel goed erin stampen. Erin stampen. Want anders wordt het gras in tienen verdeeld. Dat is niet de bedoeling. Ja, dit stukje heb ik geen materiaal meer voor. Geen roosters meer. Dus ja, dan leg ik het maar zo op. Moet wel zorgen dat het goed gevuld is, want anders krijg je natuurlijk wel stukjes graszoden. Maar dat moet niet. Met de kompak. Precies uit. Ik ben een lekker stukje opgeschoten. Ik heb alles een beetje geëgaliseerd. Ik heb een beetje tuinaarde, Ik heb een behoorlijke zooi tuinaarde doorheen gemixt. Ik heb hier nog tegels uitgehaald. Die kantenbanden, hier zaten nog kantenbanden, die heb ik eruit gehaald. Kantenbanden, moet ik zeggen, kantenbanden. Kantenbanden heb ik eruit gehaald en ik heb de boel hier zo goed mogelijk geëgaliseerd. Morgen verder, want ik ben een beetje klaar ermee. Ik heb hier alvast een cirkel eventjes uitgetekend. Waar grind moet komen voor een vuurplaats.